Ik heb net even geslapen, want ik was heel moe en iedereen ging zich opfrissen en ik was gewoon aan het wachten. En ik zat, eigenlijk gewoon op mijn bed en toen ben ik in slaap gevallen. We gaan nu wat eten. Ik ga zo nog even het appartement laten zien aan jullie. Dus ik heb zo'n honger. Ik ben kapot. Het was echt een kutvlucht gewoon. Ik heb niet kunnen slapen. Ik zat tussen twee mannen in. Dus dat was een beetje jammer. En nu gaan we eten. Ik krijg ook eten. Ik heb zo'n honger. Echt honger, honger. Ik wil gewoon warm eten en vlees en kip en rijst. Lekker! Eten! Kom, we volgen onze thuis. Ik heb honger. Where are you? Eten! Oké, wij zitten dus nu bij een tentje met z'n allen. Dus eerst hebben we 3 kwartier gelopen, denk ik, om hier überhaupt te komen. En nu duurt het 3 kwartier om de bestelling op te nemen. En ik heb honger, ik ben moe. Hoe laat is het? Het is 1 uur. En we hebben dus nog niks gegeten. Deze hier is niet te vertrouwen, want die eet een baby octopus. Daar zit ik mee op de kamer. Dus zijn er nog gekke fetishen waar ik van af moet weten of zo? Ja, ik bang voor moet zijn. Ze zuigt aan tenen. Dat is heel veel. Oké, dat is niet goed. We zitten trouwens hier. Goed, kijk maar weer. Want je voor in mij doet ze weer niet. Progressing. Sommige avond moest het Duits gebeuren. Ik heb een pak gezien. Dit? Hoe kan je dit eten, man? Oh mijn god, wat heerlijk. Denk aan de naam baby. Het is Oké, dus het is nu. Hoe laat is het, jongens? Het is nu 5:00 PM. Het is 5:00 PM. Het regent echt heel erg, als in echt gewoon bagger weer. Ja, we waren dus gaan eten bij dat tentje wat dus gewoon super smerig was. Vreselijk. Gewoon echt vreselijk. Je kreeg totaal niet wat je had besteld, ook gewoon. Brutaal nog erbij. Brutaal. Nou, oké. Moment dat we daar wegliepen, begon het dus te gieten. Mijn haar is echt leuk als een verzopen kat. En nu zitten wij dus in dit tuk-tukkie om ons naar huis te brengen. Eventjes bijkomen zodat we vanavond gewoon weer bang kunnen zijn. Ja, wat is er? Nien, je bent in de vlog. Ik mis jou. Ik ben weer in het appartement en ik dacht ik laat het nu even zien, want we zijn opgesplitst in 2 groepen. De ene wou heel even wat rust omdat we vanavond ook weer weggaan en dat wou ik. En de andere die zijn nog gewoon buiten, maar het is zo rot weer, het regent super hard. Dus ik dacht laat me jullie nu even het appartement laten zien. Oké. Hoe gaat het licht hier aan? Je ziet het al enigszins. Dit is de keuken. Dan kom je hier in de woonkamer. Dit is de woonkamer. En we zijn met z'n 8. Klopt wat ik zeg, toch? Het is best wel ruim. Staat in de vlog, hè, Jane? Staat in de vlog. Dan hier hebben we een soort terrasje. Dat is beter om een vriendin te raken dan je dag, hè? Maar dan ga je het doen. Dat lijkt me gezegd, hè? Wat gezegd ook. Dan heb je hier een slaapkamer. Eigenlijk ook wel meer voor het puffen. Jane, je bent allemaal... Ik ben aan het filmen! Dit staat er ook weer op! Bam, 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 bam! Ik heb jullie echt gewaarschuwd. Bij deze is jullie. Is dus jullie.
is jullie debuut in mijn vlog. Is een gesprek over puffen. Dan weten jullie dat. Dan heb je hier je badkamer. Hier heb je best een grote slaapkamer. En... ik zie eruit. Ik had dus gewoon even zo lekker warme trui aan. En... Vins. En hier is slaap ik. Hier slaap ik. Hebben we hier een kast. De ene kant is van mij, de andere kant de ander. Hier heb ik mijn spulletjes. Dat nu niet meer zo netjes ligt. En ik slaap dan ook zeg maar aan de straatkant. En ik ga... Ik heb net even wat spulletjes gekocht. Want ik had trek. Wat heb ik gekocht? Deze, omdat ik... Omdat ik zeker weet dat ik dit lekker vind, heb ik dit gekocht. Ik heb deze gekocht. Watermeloen en aardbeien, want het leek me lekker. Toen zag ik dit en toen dacht ik, wat is die? KitKat toffee. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Dat ga ik ook even proeven zo. En chips. Ik dacht, weet je, we kunnen maar beter gewoon even dingen neerzetten. Deze heb ik zo lang niet meer gegeten trouwens. Ik kan maar beter wat dingen thuis hebben voor als je dan trek hebt. Dus ik ga dat gelijk even eten. Ik ga even... Wat, jullie zijn echt niet serieus. Dit komt erin, hè? Maar jullie hebben geluk, want hij loopt vast. Jullie internet is slecht. Wat voor zwijn zet jij jezelf neer, jongen? Nou, ik ga het er wel in zetten, trouwens. Ik zet alles erin, Joost. Dit is waar ik mee moet leven. Je gaat niet iets geweldigs over jezelf zeggen nu. Oh, jij geeft mij een materiaal, jongen. Mijn dank is zeer groot. Hallo, hallo. Wat een chaos ook. Ik ben wel mega. Je bent mijn begin hoor. Wel. Nee. Jij zit tegenover mij. Kijk. In de vlog. Ik vind het wel echt gezellig om hier zo te eten gewoon. Ja. I like it. Hoi allemaal, het is maandag.
En ik ben gisterochtend teruggekomen van Portugal. Ik ben nu op kantoor. Gewoon Black Friday gehad. En die bestellingen moeten allemaal ingepakt worden. Ik ben, zoals je ziet, als een ultieme zwerver naar kantoor gegaan. Sowieso, even kijken hoor. De spiegel is een beetje vies, maar had ik ook vrij weinig energie voor om die op te ruimen. Oh man, man, man. Sowieso, gisteren wou ik eigenlijk wel de terugreis filmen. Celine was me ook komen ophalen bij mijn stiefvader van het vliegveld. Alleen, ik was zo moe. Ik was zo ontzettend moe. We gingen zeg maar de laatste nacht gingen we uit. En in Portugal zijn alle clubs tot veel later open. Dus de club was tot 7 uur open. En wij moesten om 8 uur max op het vliegveld zijn. Toen zijn wij na het uitgaan meteen weer terug naar ons appartement gegaan. En om even gedoucht, omgekleed en zijn we onze koffers gaan pakken en gelijk door naar het vliegveld. Dus totaal niet geslapen. En de nacht daarvoor waren we ook al uit geweest. Dus dat was een beetje, dat was heftig. En ik trek dat niet. Dus ik ben zo ontzettend kapot. Hoi mensjes, daar zijn we weer! En vandaag is het zondag en ja. Wij hebben afgesproken met een van mijn beste vriendinnen. Bungalow. Oké, ik denk wat doet ze? Wij gaan naar Bungaland. Met mijn vriendin Jaylin. En mama's vriendin. En we hebben je haar even snel een beetje gedaan, maar niet uitgekamd. Dus dan is dit het resultaat. Leg hem nu eens weer hier naartoe. Shane, kijk eens. Het is echt gewoon die rupsbeweging die hij maakt. Het is echt die dip. Gastig. Thank you.